Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt soms bewolking boven Nederland. Hier en daar komt ook een opklaring voor. En in zo'n opklaringsgebied kan het behoorlijk mistig zijn. De slechtste zichten zien we in het westen van het land en ook op de wadden. En het zicht kan behoorlijk verkeersbelemmerend zijn op sommige plaatsen. Die mist zal wel verdwijnen. Het blijft wel op de meeste plaatsen bewolkt en nevelig. Hier en daar een spat motregen en temperaturen van middag van 5 tot 8 graden. Met wat geluk zien we in het zuiden van het land, het zuidoosten, heel af en toe de zon. Maar in het algemeen zal het toch bewolkt blijven. Weinig wind, ook vanavond met temperaturen die langzaam weer dalen. En mocht het opklaren in de avond of nacht, kan er ook weer nevel of mist ontstaan. Morgen hebben we met name in het noorden van het land af en toe wat motregen. In het zuiden van het land blijft het overwegend droog. Het is wel bewolkt. Geleidelijk wordt de wind zwak en oostelijk en dan komt wat koudere lucht het land binnen. Het wordt 4 tot 6 graden. In de loop van het weekend zien we langzaam de zon wat vaker doorbreken. Zaterdag als eerste in het zuidoosten, zondag op steeds meer plaatsen. Overdag is het 5 graden, de kans op vorst in de nacht neemt wat toe. En na het weekende wordt het geleidelijk een stuk wisselvalliger. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl